Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Avatar Lock. Dit is alweer de derde aflevering. Ik ben natuurlijk weer samen met Sander van Gaming SB. Hey, dat ben ik. Ja, dat ben jij. De vorige aflevering zijn we door Paddleburg Woods gegaan en het is nu tijd om richting de eerste gymstad te gaan. Maar eerst moet ik vechten tegen een dubbel battle tegen twee meisjes met een Pikachu knuffel. Oké. Dus laten we dat eerst maar doen. Ja, ik ben er nog niet. Ik ben eerst tegen een wilde Sixcoon aan het vechten. Dit was trouwens helemaal niet slim, want mijn Shroom is nog helemaal niet zo hoog level. Dus dit is best onhandig. Laat ik maar samen gaan. Oh, stuntspoor. Dat is wel nice. Wacht, waarom run ik niet gewoon? Dat weet ik niet. It was at this moment that he knew he fucked up. Waarom? Ik fuck ook die hele line-up. Echt. De grap was gewoon niet meer grappig. Nee, ja. Dat heb je ooit. Oh, wacht. Laten we hem tackelen. Ik ben mijn praatskills verloren. Heb je die ooit gehad dan? Ojo! Kun je hier zo'n van die blaashoorns, weet je wel? Kun je die erachter editen? Of zo'n... Zou kunnen. Oh! Die. Ja, die... Die mannen. Ja. Ja, ik wou het anders beschrijven, maar dat is wel beter een beschrijving. Ik denk niet dat dat gewaardeerd wordt als ik het beschrijf op mijn manier. Ik bedoelde er niks verkeerds mee, laat het zo zeggen. Ja. Oké, ik ben uit het gras. Nu heb ik zo net een pokebal opgepakt en ik weet niet meer wat voor pokebal het was. Oh, Mega Drain. Oh, een vrouwtje wil met me vechten. Hey. Absorb is gewoon 20, oh. Hè? Wat? Absorb doet 20. Oh. Dat is niet veel. Dat is 20 minder dan jouw watergun. Nou, dat zegt heel veel, want die watergun is zo slecht, jongen. Oh. Echt, ik ga nog liever dood dan dat ik... Nou, Sander zeg. Ik durf je. Die loodtijd moet echt opflikkeren. Oh ja, ik moet potion gebruiken. Ik vergeet steeds. Ik vecht ook tegen een loodtijd trouwens. Koleman is level 5. Wie is Koleman? Oh ja, mijn Sixagoon. Ja. Nice. My cabbage. Ja, ik moet wel met kip, want ik heb niks anders. Oké, ik ga nu wel eventjes healen. Ik heb 13 potions, what the fuck? Fuck! Yeah. En ik heb ook nog ziek veel money van die rich guy. Even kijken, wat is hier te vinden? Dit is een X-Defense. Oh, X-Attack, die Pokeball had ik zo net gekregen natuurlijk. Ja, ik weet het weer. Dus... Volgens mij zijn de trainers, die ga ik wel verslaan, maar laten we eerst even healen. De Shroomish, die wil ik wel eigenlijk. Echt jongen, die mee kan je echt niet met rust laten. Effectspoor, what the fuck? Oh, ja, nee, dat is echt... Mee laat Milan eens met rust. Echt, hè? We hebben betere dingen te doen dan jouw domme... gezeik aan te horen. Precies dat wou ik zeggen. Het was niet alsof ik niet uit mijn woorden kon komen. Nee, ik wou dat precies zeggen. Dat wist ik. Telepathie. Ja, zeker. Nog even kijken. Wees een Shroomish, je bent een Telo. Oh, je bent een drol. Oh, ja, een Telo. Die Telo is ook gewoon 5% om... kans om te vinden. Waarom vind ik die Shroomish niet? Die is 10. Nou. Ik wil niet meer leven. Ja, same. Relatable. Nee, dat is niet grappig. Dat is wel waar. Zeiden ze beide lachend. Ja. Dus. Ik vecht tegen de Magikarp. Ik vecht tegen een Shroomish. Nee, een Wurmple. Jammer. Ik hoopte dat het zou werken. Werkte niet.
Helaas. Daar moet je skills voor hebben. Nou, wow. Zeg je nou dat ik geen skills heb? Dat is zo, je bent zo'n liegbeest, echt. He, heeft je moeder je niet geleerd dat waarheid het langst duurt? Ja, het is nog geen tijd voor de waarheid, daarom. Daarom duurt het zo lang. Laat maar. Oh, Shumish, dankjewel. Shai. Gelukkig kon ik iets zeggen om die slechte dingen te vergeten. Hater. Wat? Nee, ik zei niks. Heb je trouwens ook gereageerd op de ding van Simon? Dat hij dingen Hawaii-style maakt en dat echt goor is. Wat? Hij had toch een oliebol Hawaii gemaakt en een frikandel Hawaii. Ja, die oliebollen Hawaii, echt, die is echt goor. Alleen, ja. Die frikandel speciaal, dacht ik nog, oké, daar kan ik me nog in vinden. Ja, ik allebei niet. Ik ken allebei niet. Wacht, route 116. Ja, snap ik ook wel. Oké, ik heb 7 pokeballs om een Shroomish te vangen. Let's go. Kom op. Nee, ik zei kom op. Dat werkt niet bij deze man. En ik heb hem ook nog poisoned, dus hij hield. Met zijn poison heal ability, echt hoor. Wat een eind hoor. Hier kan ik een Wishmer, een Skitty, een Ninkata en een T. Eigenlijk alles behalve Sixagoon kan ik hier vangen. Dus dan kun je geen Sixagoon vangen. Oh, die heb je al. Ah. Tackle. Oké, dat doe ik niet zo veel. Poison heal, hou nou eens op met je poison heal. Waarom heb ik hem gepoisoned? Lol, nee. Ik kom Skitty tegen. Dat is de rare op deze hier, zeg maar. Op Skitty is wel ja, Skitty. Ja, daar is ook alles mee gezegd. Ja. Nou, hey, ik ga eventjes één ding zeggen. Het is beter dan Perugly. Zeker. Alleen Skitty is normal, want Perugly is dark, dus... Tja. Is Perugly dark? Wacht, nee. Of niet? Of lieg ik nou? Volgens mij lieg je. Alweer. Hoe durf ik? Wacht. Nee, dit moet ik opzoeken. Perugly. Als hij dark is, dan GG. Nee, hij is niet dark. Nou, je was sneller. Kan ik de typing chart weer terug doen? Ja. Ja, jongens, die heb ik nodig. Nou, kijk, weet je wat het is? Op zich, ik ben niet slecht met de typings, de basic typings. Alleen daar houdt het ook op. Zeg maar, sowieso, ground en rock haal ik altijd door elkaar. Ik altijd dat exact dezelfde weaknesses heeft het niet. Ja. Heel flauw. Dat vind ik ook. Ik vind ground en rock ook gewoon hetzelfde, eerlijk gezegd. Maar ja. Oh, ik heb trouwens een Shroomish gevangen aan dit leuke liedje te horen. Nice. Twee... Wow, er stond encounters 2 keer, maar ik heb maar 1 keer... Misschien van een trainer. Oh, telt dat ook als encounters? Deze game wel. Preloom. Eens even denken. Wat is een goede naam voor Preloom? Hoe heet die ene... Die ene man die Taf gevangen had in die ijzeren kooi. Toen Taf ineens kon... metal banden. Oh, dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Kut. Oké, dan wordt het... Haya. Ik heb echt... Waarom kan ik geen goede namen verzinnen? Oké, wacht even. Wacht even. Wacht even. Ja, ik wacht al de hele tijd. Het is ook allemaal kut. Nou, Yoshi. Ik zie hier op het internet Yoshi. Die vind ik op zich wel oké.
doen we wel Yoshi, joh. Ik vind best. Oh, one up. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we. Vind ik wel, hij is wel grappig. Hij is wel leuk gevonden. Je kan hem ook fun guy noemen. Ik ga niet zeggen wat het geworden is. Maar het is niet Luigi. Het is niet Yoshi. Ik heb ook nooit Luigi gezegd. Het is niet Yoshi en niet 1-up. Wat is het dan? Fun guy. Dat zei oh, ik zou het niet gaan zeggen. Kut. Dat no. Zei ik net. Ja, ik vind het ook. Ja, weet ik. Ik weet dat jij het zegt. Weet je hoe ik de Wishmer heb genoemd? Nou. Billie Eilish. Omdat het een exploit wordt en die schreeuwt. Want, snap je? Ja, ik zou hem... Volgens mij heb ik alleen dat ik Billie verkeerd heb geschreven. Kutzooi, ik moet tegen iemand vechten die niet eens Candy goed kan spellen. Of nou ja, haar ouders dan. Ze heet Cindy. Oh. What the fuck is dat nou weer? Nice. Alleen het kut is... mijn Muddy is asleep. Mijn Silcoon is paralyzed. Ja. Yeah. En de rest is allemaal laag level. Ja, dat is sad. Ik ga dood. Oh, ik ga echt dood. Nee, grapje. Nog niet. Oh, wacht, ik ben asleep. Waarom doe ik tackle? Dan kan ik toch gewoon healen. Ik ben zo dom. Dat klopt, ja. Ja, weet ik. Hoe werkt dat eigenlijk met asleep? Als je healt, telt dat ook als turn voor asleep? Nee. Kut effect spoor. Ik denk het niet. Ik weet het niet. Laat me rusten. Wat is het nou? Ik weet jouw naam al. Jij heet vast Gaatje Niks Aan. Ja. Ja, dat dacht ik al. Dus. Mudkip wordt nou wakker. Mudkip is net zoals ik in de ochtend. En niet wakker te slaan. Nice. Ik vond het eigenlijk wel mee, maar goed. Ja. Dat is minder grappig, hè. Oh nee, hij doet tailwhip. Hij is op 1 HP, maar hij doet tailwhip. Oh nee, nu ben ik bang. Oh, hij vult je restore. Oké, nu ben ik oprecht bang. No. Je kunt toch ook zien... Oh nee, dat is Sun and Moon. Dan kun je zien hoeveel je stats geloot zijn. Voor de mensen die niet opletten. Okay. Toch? Hoeveel je... Oh, de... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, dat kan bij Sun and Moon wel, ja. Maar dat hebben ze hier nog niet ingevoerd. Niet hebben ze dat in Sword and Shield? Want die heb ik natuurlijk ook nog niet gespeeld. Ja, in Sword and Shield zit dat wel, ja. Ah ja, dat is wel fijn. Ik dacht misschien hier ook in, maar hier niet. Nee. Anno is level 10. Pas maar zo. Dan wist ik nu hoeveel... Mijn defense... Oh, wacht. Tailwhip is attack. Never. Watch me tailwhip. Watch me tail, nee, nee. Hé, maar nu hoef ik niet meer naar een Pokécenter. Niet dat het mijn tijd heeft verschild, want ik ben hier echt 3 uur in deze battle geweest. Maar goed... Oh ja, mijn Pentapok is nog wel steeds paralyzed. Moet ik alsnog helemaal terug. Het is ook zo'n end. Het is zover. Ja, ik moet helemaal terug naar Paddleburg. Want ik ben nog niet in... Ja. Ik moet die dubbel battle nog steeds doen. Jij loser. Ja, ik moet die dubbel battle steeds doen. Alleen ik denk steeds, nee, laat ik dat maar niet doen, want ik ben gesleept of geparalyzed. Op zich slim dat je het niet doet dan. Ja. Oh, jij gaat de eerste gym nog niet verslaan vandaag? Nee, maar jij mag alvast wel.
of ik nooit spieren heb gebruikt. Nee. No. Nee, ik zei al nee. Ik zei al nee. Rustig, rustig, rustig. Doe nou rustig. Jongens, kalm. Oké, zo. Volgens mij heb jij een beetje veel gesnoven. Sorry, die was helemaal heel slecht. Dus. Yes. Heel Paddleburg woedt weer door. Oh, mijn leven. Weet jij dat Linkada trouwens Buck Ground is? Is dat Ground? Ja. Oh, alleen maar mag hem natuurlijk sowieso, want hij is Buck. Wat, ja, is het hier wel een trainer? Oh, komt hij nu mee? Ah. Dat zei ik toch al. De hele tijd voor je die gasten nu. Hé, hey, Ninkada. Als je het over de duivel hebt. Nou is Ninkada niet de duivel, maar Shedinja wel. Pam pam pam. Ik moet ook niet... Wacht, dan is water super effective, toch? Ground, water... Ja. Maar ik weet niet of Buck nou resist. Water is super effective. Ja, maar... Ik heb het even voor je gekeken. Oh. Oh, toppen. Ga dood. Ja, hij gaat dood. Yay. Nou. Ga dood. Wat zijn dat voor een... Hé, hey, dat is hoe een Nuzlocke werkt, hoor. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Met mij zit het prima. Nou, dat is mooi. Met jouw tegenstander, want die moet opeens dood. Nee, is een Pokémon. Oh, wacht. Dat was wel zijn enige Pokémon. Ja, hij heeft de Nuzlocke verloren. Rot op, James. Of hoe die ook maar heet. Ik weet niet of die echt James heette. Ik vind dat het James heette nu. Heet hij geen Jesse? Nee, hij heette Meowth. Ogen dicht. Ja. Ja. Maar dan kan ik de game niet spelen. Ik doe mijn ogen dicht, maar ik zie nu niet welke move ik druk. Oh, wacht. Ik move natuurlijk sowieso tackle. Oh, nee. Ja, jawel. Oké, het zou wel kunnen, maar ik heb mijn ogen al geopend. Dus ik doe nu. Jij bent echt een vreemde jongen. Ken je ook een master Nuzlocke? Of hoe dat ook maar heet? Wat is? Een master type Nuzlocke. Wat is dat nou weer? Nou, dan verzin je dus allemaal challenges. En dan, ja, dat is stijg. En om de 10 minuten dan rol je een van die challenges. Oké. Okay. Dus stel, een van de challenges is, ik noem maar wat hoor, maar je moet elke battle blind spelen. Dus dan moet je onthouden op welke moves je staat bijvoorbeeld. En als je dat dan niet doet, dan gaat een van je Pokémon's dood. Heftig, heftig. Dan doe je zeg maar in een randomizer en dan kies hij welke Pokémon doodgaat. Heftig, heftig. Lijkt me wel leuk om een keer te doen. Maar inderdaad wel heftig. Ja, en aangezien ik ook niet heel goed ben in Nuzlocke's, ik heb nog nooit echt een keer een Nuzlocke gehad waarvan ik dacht van, ah, nu heb ik echt... Heel weinig deaths gehad en echt goed gespeeld. Want mijn avatar lock van Sword and Shield, die uiteindelijk eindigde die ook niet helemaal goed. Ja. Ik heb hem wel uitgespeeld, maar echt met hangen en wurgen, zeg maar. Ach, mee. Mee, je bent vast een leuke meid, maar niet voor mij. Want je zeikt te veel. Ik gun haar echt... Een vriendje. Dan zit ze niet meer bij mij te zeiken. Sorry, ik kon het niet laten. Ik kon het niet laten. Dat had ik al in de gaten, ja. Oké. Okay. Ik kan nog redden om nu direct naar de gym te gaan. Ja, maar ik ben ook niet direct naar de gym. Ja, dat mag wel hoor, maar... Nou, dan niet. Nee, dat doen we niet. Ook goed.
Nee, het dan is oprecht ook goed. Dan beginnen we de volgende aflevering wel bij de gym. En daarna een cage met... Oh nee. Nee. Ik vind oprecht cage matches ook... Of cage locks ook echt heel leuk. Die zijn ook leuk. Misschien kunnen we X&I met een cage match doen. Ja, dan moeten we even kijken of Citra dus via het internet dus... Oh ja. Met... Dat zou wel echt ideaal zijn. Dat is beter dan... Dat zou chiller zijn dan hoe wij dat doen. Yep. Ook qua editwerk. Op zich, hoe wij het deden werkt ook wel hoor. Alleen, het kostte wel best wel veel tijd om steeds die teams aan te passen en zo. Ja, precies. Oké. Als deze Six Raccoon nou even doodgaat, dan heb ik een Butter of Beautyfly, als het goed is. Ja, want Cascoon worden de stops. Ja, ja. Oh lol, ik ben echt een flap. Ik wou klapmogel en flapdrol door elkaar zeggen. Nee, oh, weet je wat? Bent een flapdrol. Het werkt toch niet. Maar goed, ga je gang. Vertel. Nou, dat in die grot hier, dat kan je pas doen als je de gym hebt verslagen. Dus ik denk dat we toch de gym moeten gaan doen. Dan doen we lekker de gym. Hoeveel minuten zitten we? Wij zitten nu op 20 minuten. Dus we kunnen... Die gym is heel kort, dus die kunnen we wel doen. Ik wou zeggen, we kunnen al die mensjes ervoor verslaan en dan... Maar dat hoeft dus helemaal niet. Nee, het is een hele korte gym. Maar job, dan doe ik Momo inzetten. Jij doet even een paar keer... ik weet niet of je al een andere aanval hebt dan Watergun. Ja. En dat is? Mud Slap, maar die is nog slechter. Geen andere water aanval. Nee, dat niet. Okay. Jij spamt gewoon Watergun dan de hele tijd. En dan gaan die Rockpot missile dood. Ja. Ja, dat is waar. Ja, want... Hoe zit... Nou, gras is wel super effective op ground, maar niet op rock volgens mij. Jawel, wel op rock en ook op ground. Ja, en ik dacht dus... Ik dacht ook altijd dat het zo was, maar... Ja. Ja, gras is op allebei. Maar ik raakte in de war omdat het steeds niet hetzelfde was. Hé, hey, in deze game zijn er 3 gastjes. Volgens mij in de originele zijn er maar 2 gastjes. Oh, echt? Ja. Jee, ik heb een Beautyfly. Gust, dat is ook wel chill. Beter dan Stringshot, wat doet dat? Lower ik speed, ja. Ja. Dan heb ik liever Harden, dat kan nog wel eens handig zijn. Ondanks dat ik dat ook nooit gebruik hoor. Maar... Deze, het is aan deze gym dat die Judo Sturdy hebben. Oh, en dat is de goede Sturdy. Ja, de goede Sturdy, ja. Ja. Oh, hey, dit is... hoe heet ze? Roxanne van de Rustboro City Gym. Ja. Hoorde je dat? Ja. Dat is goeie. Zoals ze dat zeggen. Nou, niet hoe jij het zong hoor, maar het liedje op zich. Oh, hoe durf je mijn zangkunst zo pijn te doen? Oh. Sorry zangkunsten van Milan. Boeit me niet tegen Milan, zeg ik dan. Hè? Maar niet tegen de zangkunsten van hem, want die zijn beledigd. Oké. Okay. Oké. Ik vind... Geodudes met deze sprite, ik weet niet, maar ze zien er zo raar uit of zo. Heb jij dat ook? Of? Nee, ja, dat heb ik niet, maar... Sander. Ja. Met Rita weer. Nu al? Ja, nu al. Welk level even weer toen? 16. Oh, dan ben ik er ook bijna. Kaka! Oeh, wat leert die? Fury Cutter. Geodude. Oké, keep battling. Als ik gewoon al deze Geodudes met Watergun doe, dan is mijn Mudkips ook een Mars Stomp. Ik weet niet waarom ik niet op daarop kon komen, maar... Nu duurde oprecht heel lang.
Nou, Tommy heeft ook een Geodude. Waarschijnlijk een Geodude met Sturdy. Hoe werkt dat eigenlijk in deze game? Als je de experience share uitzet, krijg je Pokémon die vooraan staat dan meer XP? Of? Ik denk het wel. Ik ga het niet doen. Oh, ik ook niet hoor. Ik vind experience share alleen maar chill. Ja. Vooral in het begin is het gewoon chill. Want ja, als je dan Pokémon's vangt, dan zijn ze laag level en zo. Ja, precies. Oh, een Geodude. Oh, hij is Sturdy. Wat? Sturdy? Really? Ik heb nog nooit een Geodude met Sturdy gezien in deze game. Echt waar. Dan ben je kippig. Ik heb er al 3 gezien. Het was krassig. Ik had meer van je verwacht, Milan. En dat zegt een hoop. Nou, Tommy is ook dood. Doei, Tommy. Klinkt echt als een klein kind. Oh, wacht, dat is hij ook. Je bent echt grappig. Het was ook niet zo bedoeld, totdat ik me besefte, wacht, het is een jongster. Hey, maar Sander, weet je waar ik nu ben? Roxanne, ja! You don't have to put on the red. Oh, ik doe tackle. Je kent me te goed inmiddels. Roxanne. Heerlijk nummertje wel. Oké, Geodude is dood. Kom aan, Roxanne, ik ga je helemaal verpulveren. Met mijn watergunnetje. Wel jammer dat hij niet geëvolueerd is. Voor de gym. Maar na de gym neem ik ook genoegen mee. Ik heb al een Butterfly. En jouw Shroomish kan ook nog best wel wat schade doen. Ik weet niet welk level die is. Nee, kan die niet. Hij is echt vet laag level waarschijnlijk. Alhoewel, ik heb de experience share. Dat vergeet ik soms. Ik moet even kijken hoe... Het is wel raar dat je die vergeet. Terwijl we het er net nog over hebben gehad. Ja. Ik moet even kijken hoe hoog mijn dingetje is. Ah, nee, dat zal wel niet. Ah, is level 10. Zometeen, oh ja, nu moet ik tegen de Nosepad. Ja. En die heeft Paralyze Wave. Nee. Thunder Wave. Dat was hem. Ah. Die kan je paralyzen. Oh, ik wil bijna een Pokeball gebruiken. Dat gaan we niet doen. Ik moet eventjes rustig ademhalen. Nosepass is dood. Nou, de eerste gym is verslagen. Oh, Geodude doet het ook een potion. Leuk. Leuk. Aan de andere kant, dan kan hij die niet voor Nosepass gebruiken. Dus dat is op zich. Oké. Wanneer kunnen we Geodudes vangen? Als het goed is... bij de tweede gym daar. Dat duurt niet zo heel lang meer. Oh, kut. Ik bedenk me net iets. Dat moet je niet doen, hè? Geodudes... Die kunnen niet evolueren. Want we kunnen niet traden. Ja, dat klopt. Ja, of dat kan wel. Dan moeten we dat even uitzoeken hoe dat werkt. Ja, dat kan ook. Rock Tomb. Ah, dat valt mee. Ik dacht, had verwacht dat het meer zou doen. Oké, Watergun. Let's go. Ga neer. Gaat hij? Hoezo mag hij nu eerst? Waarschijnlijk Speed Type, want anders dan zie ik geen mogelijkheid. Oké, back. Potion. Let's go. Let's go. Misschien als ik eerst was, had ik geen potion hoeven gebruiken, maar ik heb er toch genoeg. Daarom. Dus. Niks aan de hand. Ik denk dat Nosepass wel de hele tijd als eerst was trouwens. Continu mee. Wow, ik hoorde ineens een tudum. What the fuck? Heftig. Ik ben klaar met het. Als je zo klaar bent, dan sluiten we de aflevering aan. Wat was dat? Oh, sorry. Ja, nee, ik ben even helemaal van mijn apropos door geluidje dat ik hoorde. Oh, dat is van Teams. Kut Teams. Is dat van Teams? Vast. Waarschijnlijk wel.
Bullshit. Sander zit te vliegen. Nee. Het moet echt een geluidje. Ja, het was van Teams. Aha. Mudshot. Oh, die is beter dan Mudslap. Nice. Oh, wel minder accuracy. Ja, doe toch maar voor. Ah, doe maar voor crawl. Oké. Tadaa, ik heb een muddy met Mudshot. Lekker bezig, pik. I understand. Hou je mond. Dank je. Het werkt wel. Behalve dan dat ik nu 3 uur naar een bed zit te kijken, maar goed. Rock Tomb, die is voor mij oprecht handig. Ja. Dus. Ik ben klaar. Dat is helemaal ik goed. Kan vrij rondrennen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van de 3e aflevering van de Avatar Log met Sander van Gaming SB. Vergeet vooral niet zijn kanaal te checken. De link staat in de beschrijving. En mocht je de video leuk vinden, doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar 1 ding te zeggen. Dat is adios, amigos. Laters. Vergeet niet te saven.